Hallo. Goedemorgen en welkom bij Ask Me Anything. Ik beantwoord in deze video al jouw vragen met betrekking tot het thema van de maand. En deze maand is dat sociale media voor freedompreneurs. En ik ga in deze video een vraag van, of liever meerdere vragen eigenlijk van Marjolein beantwoorden. Ik ga haar vraag of haar vragen liever even voorlezen. Het gaat redelijk breed over sociale media. Ze vraagt het volgende. Ik heb op gevoel beslist om een pagina op Facebook en Instagram te maken. Maar hoe weet ik zeker dat dit de kanalen zijn waar ik echt moet zitten? Waar mijn doelgroep zich bevindt, met andere woorden. Ik hoorde onlangs dat Facebook voor oude mensen is. Dat is eigenlijk haar eerste stuk van de vraag. Ik ga dat eerst beantwoorden vooraleer ik in de volgende vraag overstap. Wel, kijk, Marjolein, ja, Facebook, dat is voor oude mensen. want wij zitten daarop, denk ik dan zo. En ik ben ondertussen toch al 37. En effectief, het is wel zo, jonge mensen zitten blijkbaar niet meer op Facebook. Dus als jouw doelgroep zeg maar de 14 tot 18-jarige is, wel, dan is Facebook waarschijnlijk niet de juiste, of liever het juiste kanaal om tot die doelgroepen te geraken. En ga je waarschijnlijk beter af zijn bij YouTube en Snapchat, om maar iets te zeggen. Nu, ik ken natuurlijk jouw doelgroep niet, Marjolein, dus ik kan ook niet zeggen welk sociale mediakanaal nu voor jouw doelgroep specifiek het beste kanaal is om met hen in contact te treden. Maar je kan natuurlijk perfect even googlen naar user demographics voor Facebook, voor Instagram, voor Snapchat, voor Vine, voor whatever sociale mediakanaal dat je aan het nadenken bent om te gebruiken. Ik zou dat sowieso iedereen aanraden om zowel bij de opstart als wanneer dat je eens een evaluatie doet van je sociale mediakanalen, misschien 1 of 2 keer per jaar, om eens een keer naar die demographics te kijken. Hoeveel mannen zitten daarop? Hoeveel vrouwen zitten daarop? Hoeveel mannen of vrouwen in België, Vlaanderen, Nederlandstalig, Engelstalig, Franstalig, Duitsstalig zitten daarop. Welke leeftijd hebben die? Zijn die getrouwd? Zijn die single? Zijn die gescheiden? Zijn die verloofd? Met kinderen, zonder kinderen? Hoger gestudeerd, niet gestudeerd of laag geschoold? Al dat soort van dingen, wat we noemen user demographics, kan je gaan analyseren. Die zijn publiek te vinden als je daar even naar googelt, zodat je te weten komt of jouw eigenlijke doelgroep effectief op dat sociale mediakanaal zit. Dus dat zou sowieso mijn eerste tip zijn, Marjolein, om dat te doen. En dus iets minder misschien op gevoel die beslissing te nemen, maar effectief eens een keer naar die demographics te kijken, om dus te beslissen welk kanaal het beste past om effectief jouw doelgroep te gaan bereiken. En daarnaast vraagt Marjolein mij ook nog, en hoe zorg ik ervoor dat mijn doelgroep, dus mijn berichten, ook effectief te zien krijgen? Vaak heb ik het gevoel dat posts gewoon in het ijle verdwijnen en maar een paar tientallen mensen hebben ze gezien. Dat is vraag nummer 2. Wel, Marjolein, dat is zeer waarschijnlijk effectief waar. Zeker bij Facebook en Instagram. De algoritmes van Facebook en Instagram zorgen ervoor dat niet al jouw berichten gezien worden in de newsfeed liever van al jouw volgers. Vroeger was dat zo, dat is een hele tijd geleden al. Hey, als je een Facebookpagina volgde van jouw favoriete band of zo, dat je alle updates zag die zij schreven op die pagina in jouw newsfeed. Maar uiteraard, zodat er ondertussen miljoenen Facebookpagina's zijn, heeft Facebook er een algoritme achter gestoken, wat ertoe leidt dat niet al de updates gaan gezien worden op de newsfeed van de mensen die die pagina effectief volgen. Om jou een idee te geven hoeveel van jouw volgers effectief een bericht van jou te zien krijgen op de newsfeed. Wel, bij Facebook ligt vandaag de organic reach ergens tussen de 3 à 8%. Wat wil zeggen, als jij 100 volgers hebt van jouw pagina en je plaatst daar een update op, dat 3 tot 8 mensen effectief die update zullen zien op hun newsfeed. Wat super laag is natuurlijk. De reden daarvoor is,
Enerzijds wat ik je al eerder heb uitgelegd. Anderzijds omdat Facebook jou ook heel graag wil laten betalen voor paid advertising. Want dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een groter bereik gaat hebben dan dat puur organische bereik. Dus dat is één piste die je kan bewandelen, Marjolein. Wanneer dat je zegt van ik wil het bereik van mijn posts opvoeren, wel, dan is bijvoorbeeld Facebook advertising a way to go. Ik zou zeggen, laat je daar wel in adviseren, want dat is echt wel een skill op zichzelf. Begin niet gewoon berichten te gaan boosten, want dan ben je echt gewoon geld door ramen en deuren naar buiten aan het smijten. En zet effectief goede campagnes op in Facebook, want dan ga je de meeste return on investment hebben. Als je op een andere manier jouw organic reach wilt verhogen, wel Marjolein, dan moet je ervoor zorgen dat je enerzijds goede posts creëert. En ik heb het er gisteren in mijn webinar heel uitgebreid over gehad, wat nu precies een goede post is voor sociale media. Ik zal er straks even op ingaan. Je moet goede posts maken en je moet heel veel posten. En daar wil ik even op terugkomen, want je stelde daar ook nog een derde vraag over. Ze zegt overigens, ik post veel te weinig en heb er helemaal geen systeem in. Dus dat kan ook wel beter, meen ik. Wel, Marjolein, sowieso frequent posten. En met frequent bedoel ik minstens één keer per dag posten. Zorgt ervoor dat jouw organic reach systematisch naar omhoog zal gaan. Veel mensen vinden dat heel veel om te doen. Dus ik adviseer jou ook om langzaam maar zeker naar een contentkalender te gaan. Waarbij dat je niet elke dag moet nadenken wat dat je gaat posten. Maar bijvoorbeeld voor een hele week eigenlijk posts gaat klaarzetten die dan voor jou op sociale media gezet worden, zodat je toch elke dag kan posten zonder dat je effectief elke dag op Facebook bijvoorbeeld moet zitten. Dus ik zou sowieso altijd adviseren, veel posten, frequent posten, elke dag posten is een goede strategie. En dan idealiter ook kwalitatieve posts maken, want een kwalitatieve post zal leiden tot meer engagement. Wat wil zeggen? Meer likes, meer shares, meer comments. En als je meer likes, meer shares of meer comments hebt op elk van jouw posts, wel, dan zal die post by default ook meer bereik gaan krijgen. Dus enerzijds, vaak posten helpt jouw organic reach naar omhoog te gaan. En met vaak bedoel ik minstens één keer per dag. En goede posts schrijven helpt ook om jouw organic reach naar omhoog te halen. En wat is een goede post, Marjolein? Wel, er zijn een aantal echte basisregels. Namelijk sowieso tekst met een visual erbij. Werkt sowieso altijd beter dan enkel en alleen maar tekst erbij. Zet in jouw tekst bijvoorbeeld ook een emoticonnetje, iets wat dat de aandacht trekt. Dus jouw visual, een foto, zal de aandacht trekken en mensen doen stoppen met scrollen. Maar ook emoticons in het begin van de tekst van jouw post zetten gaat vaak ook de aandacht trekken en gaan mensen ook sneller stoppen met scrollen en effectief jouw bericht lezen. Dus dat zijn twee dingen. En ten derde, zet ook in jouw bericht altijd de call to action. Als jij wilt dat mensen de post liken, vraag daar dan om. Als je wilt dat mensen een comment schrijven onder jouw post, vraag daar dan om. Als je wilt dat mensen doorklikken op een link om een reservatie te doen bij jou, vraag daar dan om. Dus vraag om die call to action, zodat je effectief eigenlijk daardoor een stuk dat engagement de hoogte in kan trekken. Dus je moet maar eens een keer zien op mijn Zeker van haar zaak by Lien Facebook pagina. Dus niet hier in de groep, maar op onze pagina. En daar ga je dat telkens opnieuw zien terugkomen. Elke post gaat er meestal tekst hebben, emoticons erbij, visual erbij en duidelijke call to action erbij. Dat gaat ervoor zorgen dat er meer reactie komt op jouw post en dat zorgt er dan op zich weer voor dat Facebook jou gaat belonen met meer organic reach. Voilà Marjolein, dat waren mijn drie antwoorden op jouw drie verschillende vragen. Ik hoop dat ik jou daarmee alvast wat verder geholpen heb. Als lid van Zeker van haar zaak heb je ook toegang tot al onze Freedom Feestjes. En gisteren hebben we er net eentje gehad. Ik kan me nu niet herinneren of dat je erbij waart of niet, Marjolein. Maar vanmorgen is er nog een e-mail uitgegaan met de replay link naar dat Freedom Feestje. En daar heb ik het heel uitgebreid over wat nu goede posts zijn, hoe frequent dat je moet posten. En ik geef ook een heleboel tips en inspiratie voor goede
converterende posts te gaan gebruiken op sociale media, zodat je niet alleen veel post en goed post, maar er ook effectief klanten uit haalt. Dus kijk zeker ook eens naar die replay van dat Freedom Feestje, want daar denk ik ga je ook nog een heleboel praktische tips uithalen om effectief een hoge return on investment te hebben op jouw sociale media. Super veel succes, Marjolein. Dank je wel voor al jouw vragen. Ik ben er zeker van dat heel veel mensen er iets aan gehad hebben aan jouw vraag. Zet het ook even in de comments als dat zo was. Oeps, call to action. Here we go. Practice what you preach. Dus zet het ook even in de comments als je dit een interessante live video vond met betrekking tot sociale media. Vandaag beantwoord ik nog een heleboel vragen rond sociale media voor freedompreneurs en hoe dat je er nu voor kan zorgen dat je langzaam maar zeker sociale media inzet om klanten aan te trekken met zo weinig mogelijk inspanning daarvoor te leveren. Misschien zie ik jou later vandaag nog terug in een andere Ask Me Anything video. Ik hoop tot snel.